Jongens, ik ben heel erg bedankt. Vandaag gaan we verder met Kodaaf. Survivaltje. Survivaltje. Misschien was dat kut geluid. YOLO. In ieder geval, dat moesten we niet laten zien. We hebben dus alles hier af nu. Qua muur. Deur. Zo, waar is de deur? Daar is de deur. Dus oké, ik heb het even afgemaakt. Buitenopname. Wat ik niet meer wist hoe het was. Kijk, je kunt de deur openmaken en naar buiten lopen. Maar, het is zo'n afstand dat je van buiten de deur ook nog open kan maken. Dus mensen die zijn hier welkom en die kunnen hem openmaken. Maar monsters niet. En er is geen één monster wat per ongeluk dit ding kan openmaken. Want ze kunnen geen hendeltjes overhalen. Als je dan een wooden button er neerzet en je gaat ernaast staan, kan het nog wel zijn dat een skeleton erop schiet en per ongeluk op de wooden button schiet, waardoor die open gaat. Maar dat is dan het enige wat zou kunnen gebeuren. Maar dat is met een wooden button en ik heb hier gewoon een lever. Plus je weet andersom, want dit geeft een stroom af. En nou is gewoon geen stroom. En met een button dan zit er geen stroom op en dan krijg je al even stroom. Doorheen, dus dan zou ik me eerst om moeten draaien. En dan komt het hier maar heel kort doorheen. Dan is de kans ook nog heel klein dat hij dan ook echt doorheen loopt. Dus de kans is gewoon heel klein dat iets binnenkomt. Zelfs met een wooden button. Maar ik heb het gewoon met een lever. Dat trouwens, als ik hem zo laat staan, heel gevaarlijk is. Dan kunnen ze wel gewoon op binnen. Maar hey, nu is er geen ingang meer. De hoeken zijn ook allemaal dicht. Het enige waar we daar nog aan moeten werken is de toren. En die toren, die moet gemaakt worden. En, wacht, ik ga het eens laten zien. Ik ben naar de andere kant gelopen net. Oké, het is helemaal niet waar. Ik ben helemaal niet naar de andere kant gelopen. Dit is gewoon stiekem dat ik nog een thumbnail moet maken voor de vorige aflevering. Maar weet je, YOLO. Ik doe het gewoon midden in deze aflevering, hé. Trouwens, ik heb al thumbnail van vorige aflevering. Wat zeg ik allemaal? Wat is dit voor nonsens? Dikke nonsens tot de max. Goed, maar dit is wel een vet shot, hé. Kut. Goed, dan maar zo, hè. Zo, heb ik een screenshotje, hé. Hey, dat is cool, hè. Midden in de aflevering, dan weet je gelijk wat ik doe. Maar hier heb ik dus in ieder geval in deze keer alles wat ik denk dat ik nodig heb om een toren te kunnen maken. Shulf is trouwens helemaal niet nodig, maar die vond ik gewoon chill om erbij te hebben. Dit hebben we dus nodig. Dit en dit voornamelijk in het begin. En daar komen dus deze. Dit zijn stukken om te bewerken. Mooi maken zijn deze voor. Dit is meer voor inrichting. Ja, iets nog meer cobblestone tussen om de boel te kunnen maken. Maar je snapt wat ik bedoel, hopelijk. Dus gaan we aan beginnen. Moet trouwens nog even twee gaten open laten voor deuren. Want die moet ik ook nog even maken. Wat eerst wat ik zo ga doen is hier een... Wow, heb ik dit nou ook vergeten? Hoe kan ik dit vergeten zijn? Wauw, Jeroen. Nou, ga ik dit ook maar eventjes fixen binnenkort. Wauw, ik moet die hele muur zoeken en even nog nakijken wat ik ben vergeten en wat niet. Want dit kan zo niet, hè. Ik bedoel, ik vergeet allemaal stukken hier in de muur te maken. En dadelijk komt er daardoor gewoon nog een monster binnen. Oh, hi monster. Kijk, de laatste kans voor jou om binnen te komen is via deze deur. Ja, dus wil je binnenkomen, moet je door die deur. Maar ik ga nou zorgen dat je er niet meer doorheen kan. Want ik heb lag. Ja, geen lag. Ik loop 50 fps. Maar ik heb een beetje, als ik bij monsters in de buurt kom of zo is dat. Kijk dit dan. Wat is dit dan? Die kan toch niet. Oh, hier is hij ook vergeten. Nice. Even binnen staan. Options. Ja. Wat kan ik doen? Difficulty. Hier staat iets. Hier zag ik naar peaceful. Dit. Of nee, niet game mode. Doe ik slash toggle down. Val. Dit zou wat weg kunnen halen, denk ik. Nee, kijk, het is nog steeds heel erg. Ja, wat is dit nou? Hoe komt dit nou? Ik heb geen idee. Trouwens, dit is wel echt vele malen chill als bouwen. Want als je dat flikkert, dan regen je sowieso volgens mij al. Wat echt zwaar chill is.
Die lal is aan deze zijkant. Hè? Wacht. Ja, ik denk je regen sowieso al. Maar ik heb ook full health of full hunger. Dus ik weet niet. Ik kan niet zeker zeggen dat het daaraan ligt. Maar deze lalletjes hier aan de zijkant zijn gewoon tijdelijk hoor. Don't worry, I'll be happy. Cause every little thing is gonna be alright. Oké, in ieder geval. Voor mij regent je honger ook vanzelf hierbij. Als je stilstaat. Maar dat kan ik ook weer niet helemaal zeker zeggen. Wij moeten gewoon gaan bouwen. En wat gaan we doen? We gaan als eerste hier tussenin invullen. Op deze manier. Want dit vind ik gewoon leuk. Zo. Hey. Prachtig. Waarom is deze hoek niet gelijk aan die hoek? Hier zit eentje zo tussen. Komt omdat hij niet helemaal gelijk gebouwd is. Kijk. Daar zit hij aan de andere kant. En nu hier ook. Stairs heb ik wel, maar niet bij mij. Dus dan doen we het gewoon zo. Oh, we hebben niet eens meer stairs nodig. Het komt gewoon precies uit met deze hoeveelheid strappetjes. Dus mooi. Hé, dan kunnen we alles. Ja, kijk, perfect. Uitgewerkt. Beautiful. Oké, als eerste de vloer. Want deze vloer die staat mij helemaal niet aan. Dus die gaan we gewoon helemaal eruit halen. Hebben we een betere vloer waarop kunnen werken. Want op zo'n vloer is dit. Nee, daar kan je niet op werken hoor. Dit is onacceptabel. We gaan hier gewoon een mooie houten vloertje inleggen. Wat zeggen jullie ervan? Ik zeg een houten vloer is hartstikke top. Gewoon ja, blue hout is fantastisch. En ik daar houd ik wel van. Kutgrap, 100 keer gemaakt. Jeroen, verzin een nieuwe grap. Oké, zal ik doen. Dit is een soort van reminder aan mezelf. Terwijl ik niet eens deze video edit. Ik edit de meeste van mijn video's. Maar weet je, op het moment heb ik een persoonlijke editor die dit voor mij wil editen. Zijn naam is Jordi, Dark33. Ga naar zijn kanaal toe en abonneer. Want hij heeft deze video geëdit. Als je deze edit skills nou fantastisch vindt. En geel en dat soort dingen. Dan kan je eigenlijk op hem abonneren. Of op mij. Dat waardeer ik ook heel erg. Op mij abonneren. Maar ja, weet je. Je moet het zelf weten. Als je het leuk vindt, hey, abonneer. Maar als je het zegt, oh, dit is echt een kut video. Hey, abonneer niet. Want dan ga je waarschijnlijk toch nooit mijn video's liken. Of überhaupt kijken. Serieus, is hier al een hele stack van dit hout ingegaan? Fuck, dan heb ik echt nog 10 stacks nodig. Fuck. Even kijken wat ik nog aan de hout heb. Dit is niet mooi. Kijk, ik heb hier nog gewoon 40. Zo. Zo, prachtig. No problems. No problems. No. Dus hoeveel gaat erin? 40 min dat is 3. Dus 13. 77 hout gaat in 1 verdieping. Dus, per verdieping hebben we 77 hout nodig. Nou, hier komt er ook al eentje op deze hoogte. Dus hier hebben we ook 77 nodig. Dan komt er nog eentje tussendoor. Hoor. En op de top. Dus 3 keer 77, ik pak een rekenmachine erbij. 3 keer 77 is 231. 231 hout heb ik nog nodig. Min 27 is 4, is 204. Dus ik heb nog 204 wooden planks nodig. Plus wat ik hier heb, die 27. En dan heb ik genoeg om het hout voor per verdieping erin te zetten. Nou, prachtig Jeroen, useless rekenen. Ja, dat klopt. Goed, in ieder geval, we moeten deze toren een beetje mooi maken. En ik wil hem sowieso heel simpel houden. En ik denk dat ik verdiepingje voor verdiepingje ga werken. Want dat is sowieso al versimpeld. Maar het moet wel mooi zijn. Dus wat ik doe is, ik zet hier grote ramen in. Want daar hou ik wel van grote raampjes. Ook vooral met dit prachtige uitzicht is het handig om grote ramen te hebben. Ik bedoel maar... Wil je nou een mooi uitzicht of een mooi raam? Nou, ik zou zeggen beide tegelijkertijd. Maar dat gaat op het moment niet. We zetten hier gewoon een paar mooie grote raampjes in. Weet je, misschien als iemand deze wereld wil hebben, wil downloaden. Dat je dit fort hier kan verschuiven naar een nieuwe wereld met World Edit. Ik heb World Edit geïnstalleerd, maar ik heb geen idee hoe de fuck het werkt. Dus daar heb ik eigenlijk ook niet heel veel aan. Maar hey, ik denk YOLO. Yo. Low. Kijk, dit is vet. Op zich is het best wel vet, ja. Nee, eerlijk, ik vind het echt vet. Dan doe je hier binnenin, doe je de stairs in en dan heb je eigenlijk nog maar een heel klein raampje over. Nice. Nee, ik doe alleen de bovenkant stairs.
Dan hebben we hier dus een raampje van 2x2 waar we naar buiten kunnen kijken. En dat wordt iets. Ik voel het. Ik kan gewoon voelen dat dat iets wordt. En dan is het eigenlijk al bijna monstervrij. Waar ik dus heel erg van hou. Want ik hou van monstervrije dingen. Goed, die en die wil ik hebben. Weet je, mijn 48 trappeskes. Zo. Ho. Ja, dit ga ik zo meteen na de aflevering even invullen. En dan doe je nu hier dus raampjes in. Dan hebben we hier gewoon een prachtig ding. Moet ik wel eventjes vragen naar een paar Biofrost members. Hoe je het beste kamers inricht. Want daar ben ik dan weer echt heel slecht in. Vooral in zulk soort gebouwen als dit. Want hoe de fuck richt je het in? Weet je, je kan wel een mooie buitenkant maken. Dat lukt me tegenwoordig steeds beter. Een mooie buitenkant maken. Maar de binnenkant krijg ik nooit mooi. Dus dat is sowieso al jammer. Als eerste, wat wil ik hier doen qua naar boven komen? Ik zat te denken aan gewoon... Ja, weet ik het. Een random trap. Hier, een trap. Ik ga vanaf hier een trap maken. Dus zo. Dan, die is boven. Dan loop je zo. Plop, 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 boven. Helemaal aan de zijkant. Prachtig. Maar dan heb ik dus een dit raam. Is dus al niet meer nodig dan. Ja, maar ik laat hem toch even staan voor nu. Dan heb je dat. En dan kom je daarmee boven. En dan heb je dus zo. Even dicht maken, of course. Weet je, de veiligheid gaat voor alles. Hello. Veiligheid. Jongens, ik hou van veilige veiligheid. Niet van onveilige veiligheid. Veilige veiligheid is de meest veilige veiligheid die er bestaat. Op veilige veiligheid na. Wat op zichzelf na. Ja, Jeroen, je praat weer een hele hoop onzin. Geweldig. Geweldig. Goed, maar dit is wel een mooie onderverdieping. Dus wat ik ga doen, ik ga trap invullen. Dit dicht maken. Weet je, moet wat meer hout hebben, obvious. Echt vele malen meer hout. En dan gaan we volgende aflevering de tweede verdieping erin zetten van deze toren. Wat op zich wel redelijk snel gaat dan. Ja, en dan daarna aflevering daarna de top. En dan zijn we aflevering 50. En dan kan je hem zelf gaan inrichten. Kan je zelf. Kut, nee, heb ik mezelf buiten gesloten. Nee, maar even serieus, hè. Van een afstandje. Dit ziet er toch al best wel decent uit. Ik meen het, dit ziet er gewoon echt vet uit. Wel, ik zie wel nou dat dit een beetje te laag lijkt. Nou, zal wel. Schijt. Ik heb gewoon schijt aan. Ik ben een bad boy. Als ik nog een paar keer buiten de toren val, dan ben ik gewoon... fucked, want dan moet ik helemaal omlopen. Deze kant is trouwens ook gefixt. Nou, hartstikke nice. Dus ik ga die kant eens fixen. Ik ga de onderverdieping met trap en al. Oh, kut. Een eng muziekje ga ik fixen. Ik ga Minecraft even opnieuw opstarten. Hopelijk ga ik dan met die random lag stukjes weghalen. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering weer. En dus dan zeg ik voor nu. Bedankt voor het kijken. Hoop ik jou de volgende keer weer. En. Oh, dat zei ik al twee keer. Wat de fuck je goed. In ieder geval bedankt voor het kijken. Hoop ik jou de volgende keer weer. Derde keer. Oh, mijn god. Pluimpje. Abonneren. Duim omlaag is niet abonneren. Duim omhoog wil ik. Abonneren. That's it. Later.